Een universiteit verzorgt wetenschappelijk onderwijs. Dat betekent dat het een wetenschappelijke opleiding is. Dus je leert wel heel goed Frans spreken en schrijven, maar het is niet het doel van deze opleiding. Het is voor ons een middel. De opleiding houdt zich bezig met wetenschappelijke vragen die te maken hebben met het moderne Frankrijk, de geschiedenis van Frankrijk, de literatuur van Frankrijk, maar ook bijvoorbeeld de structuur van de Franse taal. Dus de taal is voor ons niet alleen een middel, maar is ook een object van studie. En daarnaast, en dat is specifiek aan de opleiding Frans in Amsterdam, beschouwen wij de Franstalige cultuur als een venster op de wereld. Dat wil zeggen, het gaat niet om modern Frankrijk en wat er nu in Parijs gebeurt, maar het gaat er ook om binnen welke dynamiek die Franse cultuur een invloed heeft gehad op de geschiedenis van Afrika, met name ten zuiden van de Sahara, maar ook zeker in Noord-Afrika, delen van Noord-Amerika en delen van Zuidoost-Azië. Ten dele krijgen ze algemene vakken die gegeven worden voor alle studenten in de vreemde taal, moderne vreemde talen en culturen. Daarnaast zijn er de vakken die het Frans zelf als object hebben. Daarin zit een substantieel deel taalverwerving. We willen natuurlijk dat onze studenten kunnen spreken, schrijven in het Frans. Daarnaast, en dat is de wetenschappelijke inhoud natuurlijk, gaat het er ook om te leren om taal en taaluitingen te analyseren. De taal als object. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor allerlei vormen van teksten en eigenlijk ook visuele producten die ze moeten leren analyseren. Allemaal via de bril van die grote Franstalige wereld en die Franse cultuur. De colleges die verzorgd worden door de opleiding Frans worden allemaal in het Frans gegeven. Omdat het belangrijk is om je onder te dompelen in de Franse cultuur, de Franse manier van denken, het Franse perspectief op dingen. Maar de colleges die gegeven worden voor bredere groepen studenten, die worden grotendeels in het Nederlands aangeboden. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het in de zesde vrij moeilijk vond. Ik wist niet precies wat ik wilde kiezen. En iedereen om mij heen die ging rechten of psychologie of een andere grote studie doen. Ik wist niet wat ik wilde doen en iemand raadde aan mij aan, misschien moet je een taal gaan studeren. Nou, ik keek daarnaar en ik zag Frans en Italiaans. Dat vond ik beide mooie culturen, mooie landen, prachtige talen. En toen dacht ik, waarom ook niet? Mijn moeder heeft ook Frans en Russisch gestudeerd. Dus toen was de keuze eigenlijk vrij snel gemaakt. De Franse taal komt uiteraard veel aan bod. Je spreekt het ook constant tijdens de les, waardoor je niveau ook vrij snel omhoog gaat. Ook is de kleinschaligheid, vind ik persoonlijk heel fijn, omdat je hebt een betere band met de docenten. Het is niet zo afstandelijk. Je hoeft ze niet per se altijd een mailtje te sturen wanneer je een vraag hebt. Je kan na de les kan je naar ze toe, met waar je ook mee zit. Daarnaast vind ik het ook leuk dat je ook andere dingen leert over andere culturen, andere landen. Literatuur die niet uit Frankrijk komt, komt ook aan bod in de gedeelde vakken die we met de andere talenstudenten hebben. Binnen de Universiteit van Amsterdam wordt een breed scala aan masters aangeboden. Er zijn de reguliere masters. Er zijn ook de onderzoeksmasters voor de mensen die een carrière in de wetenschap ambiëren. En daarnaast zijn er de zogenaamde duale masters die meer gericht zijn op een specifiek beroepsperspectief. Dat betekent na een bachelor Frans bijvoorbeeld dat er een mogelijkheid is om een master Educatie en communicatie te volgen. Die bereidt voor op het leraarschap, maar meer in het algemeen op beroepen die een zekere didactische of informatieve kant hebben. Er is bijvoorbeeld ook professionele master, een master, redacteur, editor voor het werken in de uitgeverij. Research masters zijn er voor taalkunde, voor letterkunde, maar ook voor cultural analysis. Het is mogelijk na een afgeronde bachelor in Amsterdam een master in het buitenland te volgen. En het aanbod daar is werkelijk gigantisch. Een belangrijk beroepsperspectief is natuurlijk gewoon de wereld van onderwijs.
wereld van het onderwijs. Overigens niet alleen het middelbaar onderwijs, want er wordt ook Frans gegeven aan andere instellingen. En er is nog steeds in Nederland een lerarentekort. Daarnaast zien we dat veel van onze studenten terechtkomen in de wereld van public relations en informatie. Met name bij culturele instellingen, maar ook soms bij uitgeverijen of bij onverwachte instellingen als bijvoorbeeld het Koninklijk Concertgebouw. Een derde poot wordt gevormd door studenten die besluiten zelf iets op te zetten. Een eigen bedrijfje, een adviesbureau binnen interculturele communicatie, bijvoorbeeld, of iets in de sector toerisme, meer algemeen soms, binnen het kader van de Frans-Nederlandse betrekkingen.